Gewoon een beetje slap lullen over gaan schrijven. Dat is, dat is inderdaad wel, dat is wel wat we gaan doen. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij nieuwe Gamersnet Gear. De dinsdagse show waar we alle nieuwe tech, hardware, gadgets, whatever behandelen. Naast me zit Mike, en die heb je misschien niet heel vaak gezien in Gamersnet Gear, maar hij is al inmiddels alweer een jaar zit je bij onze crew. Of, ja, ruim anderhalf. Ja, hoppakee. En nu voor het eerst ook in Gamersnet Gear. En hij heeft me toch een product om mee af te trappen, want dit is een Gamersnet Gear die een soort van tweeledig is. Hier heb je een Seagate Game Drive voor de Xbox One, en dat is dan mijn kamp. En hier is een Seagate Game Drive voor de PlayStation 3 en de PlayStation 4. En daar is Mike's pakje aan. Dus dat is leuk. Maar laat me even wel ook erbij vertellen. We geven deze dingen ook weg. Dus aan het eind van de video heb je gezien en denk je, oh, dat is tof. Dan reageer je hieronder en dan, wow, dan kun je dat ding winnen. En dan laten we dat volgende week weten in Gamersnet Gear wie er heeft gewonnen. Zo simpel is het. Hoppakee. Without further ado, laten we het even hebben over deze schijfjes. Mike, wat heb jij hier allemaal opgezet? Keiharde porno. Keiharde porno. Dat, als je hem wint, dan staat het er nog steeds op. Gewoon kant en klaar. Voor your viewing pleasure. De persoon die hem wint, die steekt hem straks in zijn PlayStation 4 en meteen staat de AIVD voor je deur. Hold up, you sick fuck. Nee, nee, de schijven zijn leeg gewiped. Geen zorgen. Dus als je ze wint, niks aan de hand. Niks aan de hand. Maar nee, inderdaad. Het is in jouw geval 2 terabyte. Trouwens, in mijn geval ook. Leuk is wel, die van mij is extern. Dus daar is vrij simpel USB-tje erin. Ja. Klaar. Jij hebt een interne harde schijf. Dus die kun je dus in je PlayStation 3 en PlayStation 4 duwen. Hoe is dat gegaan? Nou, op zich, je moet een klein beetje een vaste hand hebben. Als je een schroevendraaier kan hanteren, dan zit je goed. Dat is niet heel moeilijk, dus ik denk dat eigenlijk elke leek dat wel kan. Dat zou geen probleem moeten zijn. Het is een kwestie van 5 schroefjes en dan zit hij erin. Echt 5 schroefjes maar? 5 schroefjes. Oh, oké, dat is echt wel heel simpel. Ja, de B zit vast met 1 schroefje en de schijf zit in de B met 4. En dan is het een SATA-kabeltje aanprikken en... Nog niet eens, gewoon erin schuiven en... Oké. Nou ja, mocht je nou zoiets hebben van ik weet nog steeds niet hoe dat moet, dan knippen we nu even meteen even zo'n stukje erin dat je ziet hoe dat precies gaat in een PlayStation 4 Pro ook in dit geval. Dus hey, kijk mee, we gaan het beleven. Kijk mee, komt ie aan. Dus we swipen er maar in. Hey yo, Tommetje hier van Gameset.nl. We gaan je eens even goed laten zien hoe je dus een PlayStation 4 hardschijf kan vervangen. Nou, dit is dus een PlayStation 4 en de Seagate Game Drive. Dat is gewoon kei mooi spul. Nou, allereerst hebben we dus aan de achterkant zo'n plaatje en dan moet je dan los zien te krijgen. En dat gaat heel gemakkelijk. Nee, wacht, het lukt niet. Oké, probeer je geit nog een keer. Oké, weet je wat? Nee, we halen Dani bij. Dani weet het wel. Dani van die PlayStation vingers, dat gaat helemaal goed komen. Oké, kijk, zie je nou, komt die los. Hé, kijk uw spul. Nou goed, daar zit dus die harde schijf in. Die schroefde los, haalde dat een beetje eruit. En daar zit dus die oude harde schijf in. Nou ja, 4 schroefjes, haalde eruit. En hé, dat is die nieuwe al. Dat is die nieuwe, dat gaat snel, man. Oké, dit is dus die Seagate Game Drive 2 terabyte. Jong, kijk, goed spul. Klapt er gewoon zo in. Waarberg hem op, zeer gemakkelijk in de B. Klap die 4 schroefjes er weer in. Onze Mike, jongen, die draait dat ding, jongen, dat wil niet weten hoe goed hij dat doet. Oké, kijk, zie je, dan zit hij er alweer in. Hoppatee. En goed, die hele B gooi je er zo weer in. De laatste schroefje erbij. Hop, dat vlot er gewoon zo lekker op. En die zit erin. Klap je er weer op. Hier, zie je daar. Dat is gewoon kei goeie handel, jongen. Ja, en zo zie je het. Dat gaat op zich best wel handig. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat is gewoon kei goeie handel. Ja, goeie handel. Ja, kijk, het is ook voor het eerst dat wij in Gamersnet Gear harde schijven behandelen. Er zijn een aantal dingen waar we het over kunnen hebben. Leessnelheid, schrijfsnelheid. Hoe heb jij die ervaren op jouw Game Drive? Nou, niet sneller dan de native harde schijf van mijn PlayStation 4 Pro. Uh-huh. Dat staat er ook op. Het is gewoon een SATA harde schijf van 5400 RPM. Ja, dat is... Dus precies hetzelfde als de PlayStation 4. Ja, als die standaard geleverd is. En dat is op zich, het is niet enorm traag, maar het is dus ook niet sneller dan wat het al was. Nee, daarvoor moet je bij de 1 terabyte versie zijn. Ja, want die is dus een... SSHD. Ja. Of SSHDD. Dus dat is een beetje zo'n hybride, dat die een beetje SSD soort kenmerken heeft, maar dan ook gewoon nog zo eruit ziet als SATA schijf zo erin. Maar dat vind ik persoonlijk dan wel... Vond je dan naar? Dat je bent dan wel je hele harde schijf aan het vervangen. Nou is het maar 5 schroefjes natuurlijk. Maar vond je dan niet een beetje jammer dat je hem dan erin zet en denkt van ja, maar hij is helemaal niet sneller of zo? Ja, ergens wel. Vooral ook omdat de schijf met minder capaciteit, die is wel sneller. Dat is raar. Dus je moet altijd een compromis sluiten als je aan het shoppen bent voor een Game Drive. Uh-huh. Dan moet je een compromis sluiten. Of je gaat voor meer opslagruimte, of voor meer snelheid. En niet de combinatie die is er niet. Dat vind ik wel raar, want beide gevalletjes zijn 120 euro. Dan vind ik het wel gek dat voor 120 euro 2 terabyte, dat daar niet ook een paar rotaties per minuut sneller is geweest of zo, weet je wel. Dat ze ik weet niet, is dat Sony die zegt van dat mag niet of zo? Of dat kan de PlayStation 4 niet handelen? Dat is iets wat wij dus niet weten, maar Seagate, maak alsjeblieft ook een versie die zeg maar groot is
en sneller. Ja. Want dat is denk ik als power user van je PlayStation, ja, wil je precies dat. Hè? Als ik toch met geld aan het smijten ben, dan kan die 20, 30 euro ook geen kwaad meer. Nee, dat is, ja, nee, inderdaad. Dat vind ik op zich ook wel belangrijk. Dus ik zou zeggen, Seagate voor jullie, als je meekijkt toevallig, Seagate, hoi, hallo. Ik ben Tom, dit is Mike, we zijn van Gamersnet. Goed spul, maar ze mogen wat dat betreft eigenlijk wel sneller. Ja, vooral ook omdat de PlayStation 4 Pro, die komt al met een terabyte. Ja, dus dan is dit een terabyte erbij, ja, maar dan niet sneller. Ja, ja, dat is wel, dan is het een dure upgrade. Ik denk dat dit vooral fijn is voor de mensen met een PlayStation 3 of een PlayStation 4, de oude, zeg maar, niet, ja, de Pro. Ja. Dan is dit wel een upgrade, want dan heb je het wel over, ja, tig veel meer gigs erbij. Ja, en dus ja, de snelheid dat dan niet sneller is. Ja, het is wel sneller dan een PlayStation 3 harde schijf, dat is dan wel weer zo. Dat zou inderdaad, ja, volgens mij is die dan wel sneller. Dus voor je PlayStation 3, mocht je hem nog gebruiken, heb je er wel heel veel baat bij. Voor je PlayStation 4, als je dan ook al de Pro hebt, dan is het een beetje van, ja, dan zou ik misschien wachten op een nieuwe generatie van Seagate. Ja, ja. Dat ze zeggen van, hey, 2 terabyte en sneller. Maar wie weet heeft Sony wel zoiets van, nee, dat mag niet. Of misschien komen ze ook nog wel met een externe, omdat de PlayStation 4 heeft sinds kort ondersteuning voor externe harde schijven. Ja, dat is ook pas laat gekomen. Dat is heel laat gekomen. Ja, want de Xbox heeft dat volgens mij al vanaf launch. Ja, had, ja, hij dat al. En toen werd het in één keer met groot fanfare aangekomen. Ik vond het niet bij krijgen. Wij hebben nou ook externe harde schijven. Ja, op zich lijkt mij wel een goede zet voor Seagate ook, of voor andere partijen, om ook van die game drives te maken die specifiek dan ook extern zijn en geoptimaliseerd zijn voor games. Want ik persoonlijk, ik vind externe harde schijven voor de Xbox One, bijvoorbeeld deze die ik dan heb, het is wel fijn. Vooral voor al je indie games. Ja, want ik heb vooral gemerkt met die externe dingen, echt indie games en de wat langzamere games, die kun je dan makkelijk opzetten. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, ik heb XCOM 2 hierop gezet. XCOM 2 heeft al echt bizar lange laadtijden op Xbox One. En dan als je hem dan extern maakt, dan is dat wel, ja, dat is toch wel, weet je, dat gaat allemaal over dat USB-tje. Ja, dus dat is wel, ja, langzamer. Dus kijk, bijvoorbeeld indie games, ja, RAM die 5 of RAM die 2 terabyte vol, kunnen dan zo'n 50 games op. Nou, indie games denk ik 200 wel of zo. Dat is helemaal prima, maar dan met sommige games moet het dan wel weer een beetje afwegen van, zet ik het intern of zet ik het extern weg. Ja, jij hebt die moeite dan niet, want je zet dit ding er sowieso al in. Ja. Maar ja, het zou wel leuk zijn als ze een keer ook extern gaan, zo, voor de PlayStation 4 dan. Ja, dat zou ik Seagate ook gewoon aanraden, want het is veel makkelijker om gewoon erin te pluggen. Oh, en dat is trouwens ook wel een mooie, want de Xbox, dit is een HDD externe harde schijf. Deze is meer gericht op de oude Xbox One. Seagate heeft ook al een nieuwe aangekondigd voor de Xbox One S, en dat is wel een externe SSD. Dus dat is dan wel weer dat ik denk van, dat kan ook alweer. Ze gaan de goede kant. Ze gaan inderdaad de goede kant. Dus ze hebben het laten zien dat ze het kunnen met de Xbox One, dus dan mogen ze het van mijn part ook laten zien met PlayStation 4. En PlayStation 3. Zelfs de PlayStation 3, als je hem nog gebruikt. Ja, ik gebruik hem nog. Ja, maar jij kon hem niet inzetten, of wel? Nee, dat klopt. Daar had je nog eens een extra bracket voor nodig. Omdat, ja, dat is wel jammer dan. Dat was jammer. Maar goed, ja, weet je, wie is nou nog zijn PlayStation 3 aan het upgraden? Dus ja. Serieus, als je erover nadenkt om je PlayStation 3 te upgraden en je kijkt dit, please, laat het even weten in de comments. Want we zijn benieuwd naar welke holbewoner nou nog zoiets heeft van, oh ja, yes, PlayStation 3, meer terabyte. Nee, Mike, ik denk dat we er wel een beetje doorheen zijn. Heb je nog een soort van final thought dat je zegt van voor 120 euro is het geheid en buy, of zit je nog met kanttekeningen? Nou ja, als je een PlayStation 4 Pro hebt, zeg ik, koop hem niet. Maar een reguliere PlayStation 4 is dit een verviervoudiging van je opslagruimte. Dus dan vind ik het een solide optie. Oh, dat geldt trouwens met deze ook voor de Xbox One gebruikers. Dat het is wel in totaal maak je er dan 5 keer zoveel van dan het al was als je de oude Xbox One hebt. Dus dan vind ik het voor 120 euro... Ja. Ik zou eerder voor deze gaan dan voor die, maar goed, het komt ook van Kamp Xbox hier, dus... nee, dan heb je het daar. En mocht je dit nou zien en zoiets hebben van, wauw, dat is interessant en ik vind 120 euro heel erg veel en ik wil hem wel winnen, laat het dan weten in de comments en laat vooral ook even weten welke van de twee je wil. Want ja, we geven ze allebei weg en ze gaan niet allebei naar één persoon, want hoe lullig is dat? Dat is... Ja, nee. Iemand heeft in één keer 10 terabyte aan opslag. Ja, ik heb het over 2 consoles, verschillend, whatever. Laat het even weten. En we maken dus volgende week in een nieuwe Games at Gear maken we bekend wie wat heeft gewonnen. Dus kom dan vooral terug. En hey, al die andere keren, je kunt ook nog gewoon, zeg maar, ook zonder die nieuwe Games at Gear langskomen op gamersnet.nl. Want we hebben heel veel reviews. Mike heeft laatst tijd nog een aantal toffe reviews en previews gedaan. En verder allemaal nieuws en zo. En Twitch streams en YouTube, Twitter, Facebook. Anyway, dat was het voor deze week Games at Gear. Veel succes met de prijsvraag. Mike, bedankt. En, thanks for having me. Ja, het is zo mooi, zo'n talkshow of zo. Yeah. It was a pleasure. Ja, absoluut. Guys, the best. Cheers.
It's the best gaming tech show in the world, of in the Netherlands. Yeah. It's truly, ask anyone. Remember, don't drink and hard drive. Don't drink and hard drive. Ja, vind ik een goede om op uit te gaan. Ja, mooi. Boom.